Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video op Your Academy. Allereerst wil ik jullie natuurlijk een hele prettige jaarwisseling wensen en ik hoop dat iedereen nog heel is. Het einde van 2019 betekent ook wel het einde van het decennium. Voor mij zijn er de afgelopen 10 jaar hele mooie dingen gebeurd. Zo ben ik begonnen met programmeren en heb ik Your Academy opgericht. Daarbij mocht ik met Your Academy een prijs in ontvangst nemen, wat natuurlijk een hele eer was. Maar programmeren en Your Academy waren niet als enige belangrijk voor mij in de afgelopen jaren. Van jongs af aan ben ik namelijk een liefhebber van games. Ik heb in het afgelopen decennium dan ook heel wat mooie en leuke games mogen spelen. Er is echter een kleine groep games die voor mij het allerbest en leukst was. Hier zijn mijn top 10 games van het afgelopen decennium. Ik heb in de afgelopen 10 jaar heel wat FIFA gespeeld. Ik was wel even zoet met FIFA 12, 14, 15, 16, 17, 18 en 19. Met name de career mode vind ik erg leuk om te spelen, omdat je zelf daadwerkelijk een team kunt laten groeien en je eigen jeugdspelers kunt opleiden. Hoewel ik in FIFA 19 Feyenoord met veel plezier naar winst in de Champions League kon leiden, met de beste spelers ter wereld, vond ik FIFA 19 niet echt een hele goede FIFA. De gameplay is naar mijn mening wel verbeterd ten opzichte van FIFA 18, maar dus niet zo goed als die van FIFA 17. FIFA 17 is dus over het algemeen mijn favoriete FIFA van het afgelopen decennium. Ik speelde LittleBigPlanet 2 op de PlayStation 3. Toen ik zo rond een jaar of 9 was. Niet alleen vond ik de verhaallijn van het spel erg leuk, ook vond ik de community erg tof. Je kon namelijk gemakkelijk samenspelen met mensen over de hele wereld en zelfgemaakte games spelen. De bedoeling van LittleBigPlanet was om zelf dingen te creëren en andere spelers te inspireren. Games als deze zien we naar mijn mening eigenlijk te weinig en verdient daarom een plek in mijn top 9. We gaan van een vrij vreedzaam spel naar een game waarbij het killen van tegenstanders centraal staat. De bedoeling van het spel is om in een competitive potje 5 tegen 5 te spelen tegen mensen over de hele wereld. De ene partij is voor 15 ronden de terrorist en de andere partij is voor dit aantal ronden counter-terrorist. De terrorists moeten ervoor zorgen dat alle spelers van het counter-terrorist team worden uitgeschakeld of dat de bom ontploft op bombsite A of B nadat deze is geplaatst. Counterterrorists moeten dit voorkomen door het terrorist team uit te schakelen of de bom te ontmantelen zodra deze is geplaatst. Na 15 ronden worden de rollen omgekeerd. Het team dat het eerst 16 rondes heeft gewonnen, wint het spel. CS:GO is het leukst om te spelen met vrienden en dan heb ik dan ook voor 400 uur gedaan. Het staat dus terecht in mijn top 8. Dit is misschien wel de game waarvoor de hype bij mij het grootst was toen deze uitkwam. Ik was al een liefhebber van de Assassin's Creed serie, na het spelen van Assassin's Creed 2 met Ezio en Assassin's Creed 3 met Connor, maar Black Flag vond ik toch wel het allerleukst. De wereld was erg groot en daar was ik heel veel te verkennen. De gameplay was lekker soepel en de gevechten op zee waren vaak uitdagend en erg leuk. De combinatie van het rebels karakter Edward Kenway met de stealth van de Assassins bleek erg goed en voor mij is dit de beste Assassin's Creed game. Top 7 is dan ook erg verdiend. Dit is de eerste game die ik heb gespeeld op de PS4 en dat heeft ook een speciale reden. Niet alleen zat deze game in een bundel op de PS4, op de PS3 was ik ook voor bezig met de avonturen van Nathan Drake en ik heb alle drie de Uncharted games voor de PlayStation 3 gelukkig mogen spelen.
Bij alle games van Naughty Dog zien de graphics er weer een stuk beter uit dan die van de vorige game, en dat bleek maar weer in Uncharted 4. Hoewel het spel in 2016 is uitgekomen, doet het absoluut niet onder voor die games die nu worden gereleased, en dat zegt wel wat. De graphics in combinatie met het sterke verhaal vormen een game die je eigenlijk niet mag missen als PS4-speler. Over een sterk verhaal en mooie graphics gesproken, God of War is ook zo'n game. Om eerlijk te zijn was ik voor de game in 2018 niet echt een liefhebber van de serie, maar de emotionele tint en de mooie open world trokken al snel mijn aandacht. In dit verhaal is duidelijk te zien hoe de band tussen Kratos en zijn zoon Atreus langzaamaan sterker wordt. De twee gaan op een reis om het as van de moeder van Atreus, de vrouw van Kratos, uit te strooien op het hoogste punt van de Negen Rijken, waarin het verhaal zich afspeelt. Net als Uncharted 4 is God of War een game die je als PS4-speler echt een keer gespeeld moet hebben. In 2018 kregen we een Nintendo Switch en ik kocht Breath of the Wild er gelijk bij. Ik heb er namelijk veel positieve dingen over gehoord en mooie reviews over gezien. Zo gaf IGN het een 10 en werd het spel benoemd tot Game of the Year op de Game Awards in 2017. Nu we anderhalf jaar verder zijn, heb ik in totaal bijna 150 uur Zelda gespeeld. Dat is niet voor niets, want er valt verschrikkelijk veel te ontdekken in het verwoeste Hyrule, zoals we het eigenlijk nooit eerder hebben gezien. Na een ramp van 100 jaar terug wordt Link wakker uit een diepe slaap. Ik krijg van prinses Zelda de opdracht om zich voor te bereiden om Ganon te verslaan en de rust in Hyrule te laten wederkeren. Hoewel er niet echt een duidelijke verhaallijn is, geniet ik nu op z'n tijd nog steeds van de mooie wereld in Breath of the Wild, want ik heb nog genoeg side missions te doen. Ik kan me nog goed herinneren hoe ik aan het begin van het decennium via een vriend te weten kwam wat Minecraft precies is. Toen ik het spel later had aangeschaft, was ik gelijk verslaafd. Je kunt in Minecraft namelijk vrijwel alles doen en maken wat je wilt. Daarbij kun je het in de survival modus opnemen tegen gevaarlijke mobs en jezelf beschermen door middel van armor en wapens, die je kunt maken met onder andere grondstoffen die je in grotten kunt delven. We hebben allemaal wel eens dat vermaakte gevoel gehad als je in je ooghoek een lichtblauw gekleurde oor zag. Maar dat is niet het enige wat je in Minecraft kunt doen. De vele servers maken het mogelijk om samen met je vrienden veel verschillende game modes te spelen, zoals Skyblock en Skywars. Na een wat mindere periode is Minecraft weer populairder aan het worden doordat het een legendarische status heeft gekregen. Het spel is dus een echte klassieker geworden. Na de eerste trailer in 2015 was er al heel veel enthousiasme rondom Horizon Zero Dawn en dat is terecht gebleken. Het spel staat namelijk bekend als een van de beste games van deze generatie. Je speelt als een meisje genaamd Aloy in een wereld waarin machines de macht hebben overgenomen en bovenaan de voedselketen staan. Aloy, eerder een outcast maar later een lid van de Nora-stam, zoekt uit hoe dit heeft kunnen gebeuren. Dit doe je door informatie te verkrijgen van vriendschappelijke stammen en afgelegen bunkers, die uit de tijd komen van ver voor Aloy. Dit gaat echter niet al te makkelijk, want vijandelijke stammen, zoals de Shadow Carja, proberen je tegen te houden en de machines over te nemen, om zo de wereld te veroveren. Het indrukwekkende verhaal speelt zich af in een mooie wereld met veel verschillende soorten vijandige machines, waar je soms voorzichtig langs moet sneaken. Wat erg leuk is, is dat Horizon Zero Dawn van Nederlandse makelij is. Het is namelijk ontwikkeld door Guerrilla Games, gevestigd in Amsterdam. En vlak na de release werd bekend dat de game de grootste Nederlandse mediaproductie ooit is. En dat zegt eigenlijk al genoeg.
Opnieuw een game van Naughty Dog in de top 10 en deze keer zelfs op de eerste plek. The Last of Us is een emotionele game waarin de wereld wordt getroffen door een zombie-apocalypse. Hoofdpersoon Joel verliest hierdoor al snel zijn dochter en in de jaren erna geldt het recht van de sterkste. Hij moet hierdoor vaak geweld gebruiken om te kunnen overleven. Om wapens te kunnen krijgen, krijgt hij de opdracht om een meisje genaamd Ellie, afkomstig van de bende Fireflies, te vervoeren naar een andere basis. Hoewel Ellie voor Joel in het begin slechts een manier is om middelen te krijgen, ontstaat er gedurende het spel een soort vader-dochterband tussen de twee. Ze krijgt tijdens hun tochten door een aantal mooie gebieden te maken met veel problemen, met zowel mensen als infected, zoals de zombies worden genoemd. Na vele avonturen volgt een mooi einde, waar het tweede spel, The Last of Us Part 2, die in mei uitkomt, hoogstwaarschijnlijk op gaat voortborduren. The Last of Us is een game die eigenlijk niemand mag missen, want het is geen schande om te zeggen dat dit misschien wel de beste game van deze tijd is. Hoewel deze lijst vol zit met klassiekers, zijn er games die ik nog niet heb gespeeld en misschien wel aan deze lijst thuis horen. Red Dead Redemption is daar een goed voorbeeld van. Waarschijnlijk zal deze game absoluut in deze lijst thuis horen, maar ik heb hem nog niet kunnen spelen. Deze lijst representeert dus de games die ik heb gespeeld en het hoogst waardeer. Over het algemeen kunnen we concluderen dat de jaren 10 een goed decennium was voor games. De jaren 20 zullen knallend van start gaan door de komst van nieuwe consoles en nieuwe games. Het is al bekend dat Ghost of Tsushima en The Last of Us Part 2 het komende jaar zullen verschijnen en ook zullen we meer te weten komen over de PlayStation 5. We kunnen dus veel goede jaren verwachten met betrekking tot games. Dat was het weer voor deze video. Vond je de video leuk? Geef dan een like. Laat ook jouw top 10 favoriete games achter van het decennium, want daar ben ik erg benieuwd naar. En dan zie ik jullie de volgende keer.